ging studeren voor pastoor. Daar deed hij alles voor, daar deed hij alles voor. Niet zo'n ouderwetse dorpspastoor. Oh nee, dat wou die niet, dat ging niet door. Nee, meer zo'n progressieve die aan demonstraties deed. En niet meer met zo'n boordje om, maar lekker snel gekleed. Die dikwijls in de kroegen van het jonge volkje kwam. De gekman riep en weet je wel, en ook een stikkie nam. Ta-da-ra-ta-ta. Ja, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Jacob was al dik een maand pastoor. En het ging prima hoor, en het ging prima hoor. Langzaam voerde Jaap zijn plannen door. Wat oude kleed en een theehuis in het koor. Er waren nog wel mensen die hem vroegen of dat mocht. Die hij dan overtuigde wanneer hij ze thuis bezocht. En nog twee maanden later werd de mis wat meer ludiek. Omdat er toen een band optrad met rock'n'roll muziek. Ja, la 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 la. Was al dik een jaar pastoor en Jacob ging maar door en Jacob ging maar door. Achter in de kerk was zijn kantoor, daar nam hij elke week zijn nieuwe acties door. De kerk zat vol, al preekte hij al maandenlang niet meer. Hij draaide meestal films van Andy Warhol en zo meer. En op het bord waar vroeger stond hoe laat de mis begon, hing nu een prijslijst van de Nepal en de rode Libanon. Da 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 da. Ja la 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 la. Jacob was al haast twee jaar pastoor toen hij zijn baan verloor, toen hij zijn baan verloor. Want er viel een incidentje voor en dat kon er volgens velen niet mee door. Het was tijdens de communie en de sfeer was ideaal. Maar achter in de kerk stond dit keer ook de kardinaal. Die plotseling naar voren vloog en Jaap de kerk uitsmeet. Omdat die bij de hosties ook een schaal met dipsaus deed. Ja, daar had al la 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 la. Jacob had een vreselijk verdriet, want hij begreep het niet, nee hij begreep het niet. Totdat hij een brief kreeg van de paus, die om het recept vroeg van die goddelijke saus. La.